Ik wist niet dat deze functie er bij jullie ook op zat. Poeh, ik ook niet. Ik denk dat we echt allemaal een ondergrensje hadden vandaag. En dan zie je dat ook wij in deze fase zo onder tegen een zeepertuin kunnen lopen. Schrik je daar dan van? Ja, eerlijk gezegd wel. Het past eigenlijk helemaal niet bij de fase waar we in zitten nu, denk ik. En ik hoop dat we hem heel snel kunnen vergeten en heel snel recht kunnen zetten. Met name ook omdat ik het gevoel had dat er vandaag een mogelijkheid was om plek 3 over te nemen bij een gunstige uitslag van Rijnsburg. En dan gebeurt dit. Heb je daar al een verklaring voor? Nee, eerlijk gezegd niet. En in voetbal zijn soms dingen echt lastig te verklaren, maar dat dit een complete off-day van ons was, dat is wel duidelijk. Wat was het breekpunt voor jouw gevoel? Ja, je gaat zoeken naar dingen. Kijk, we hebben best wel wat kansen op de 1-0 aan het begin. Dus we starten helemaal niet zo slecht. En dan komt die 1-0 door een miscommunicatie. En dat is wel natuurlijk een moment dat je even een tikkie krijgt. En hoe we daarmee omgaan daarna is gewoon slecht. Snel vergeten? Heel snel vergeten, ja. Bedankt.